Hij moest iets doen. De 40-jarige Mustafa Yesil is van Turkse afkomst en woont in Almere, waar hij samen met zijn vader en broer een transportbedrijf heeft. Toen hij hoorde van de aardbeving in Turkije en Syrië, besloot Mustafa afgelopen dinsdag samen met zijn broer en zwager af te reizen om hulpgoederen te brengen. Eenmaal aangekomen in het dorp Samandag, in de buurt van de stad Hatay, was hij geschokt wat hij daar aantrof. Nou, verschrikkelijk. Toen ik daar was, heb ik een reflecteurjasje en een helm gedraagd. En die mensen dachten dat ik een specialist was. En iedereen ging bij mijn arm, bij mijn schouder houden. Wil je alsjeblieft mijn moeder eruit halen, mijn vader eruit halen, mijn kinderen eruit halen? Omdat Mustafa geen gereedschap had om te graven, deelde hij eerst de hulpgoederen uit. Zijn broer en zwager besloten om een nieuwe lading hulpgoederen te gaan halen in een stad 250 kilometer verderop. De Almeerder besloot te blijven en mee te helpen om overlevenden te zoeken onder het puin. Die foto is het gemaakt door een man en daar was ik aangekomen en was een man aan het huilen. En die zegt tegen mij, mijn vrouw en drie kinderen zaten eronder en toen zijn we geholpen en toen kwamen vier lichamen eruit. Urenlang wordt er doorgezocht, ook in het donker. Om de zoveel tijd wordt er geroepen en daarna geluisterd of er nog iemand levend onder het puin ligt. Zes warme! Ondanks de gruwelijke beelden van overleden mensen heeft Mustafa ook een levende man gevonden, die vervolgens is gered. En ik zei, als je mij hoort, kloppen maar drie keer. Toen heeft hij drie keer geklopt. Toen heb ik gezegd, als je mij hoort, klop maar vier keer. Toen heeft hij vier keer geklopt. En toen heb ik iedereen daar gehaald. En toen zijn we na 9,5 uur eruit gehaald. Ja, dat zijn ook de beelden die jij mij hebt gestuurd. Hè? Die jongen die op die brancard wordt vervoerd. Je merkte ook dat iedereen die daar dan aanwezig was, ontzettend opgetogen was dat ze toch nog iemand hadden kunnen redden. Hè? Dat is, als wij dan iemand redden daar, dan worden wij gelukkig. Dan huilen wij om gelukkig te worden, snap je? Dan gaat iedereen huilen dat er iemand levend eruit komt. Mustafa is op dit moment in Ankara en wacht op de volgende vrachtwagen van zijn bedrijf, die vanuit Almere naar Turkije onderweg is. Zodra deze is gelost, keert Mustafa terug naar Nederland. Nieuwe hulpacties sluit hij niet uit.